Ik dacht meteen hier naartoe, want wat van belang is, is dat politie en justitie echt erkennen dat er discriminatie is en dat dat een hele hoge prioriteit moet krijgen. Zo'n 30 buurtbewoners, politici en vaste klanten van ondernemster Gilly Emanuel steunen haar. Ze wordt vervolgd omdat ze met fysiek geweld het opnam tegen straatjongens die haar ijssalon al maanden belaagden en haar uitscholden. Hé, hey, kankernegerin, kankerzwarte! Om voor zichzelf en haar kind op te komen, sloeg zij met een stok om haar heen. Dat is gefilmd en online gezet. En waarom loopt u mee? Ja, omdat het heel belangrijk is dat we ons uitspreken tegen racisme en iedere vorm van racisme. En dit racistisch geweld, dat moeten we natuurlijk hard veroordelen. We hebben die petitie gedaan, maar wij willen in ieder geval die aanbieden bij de officier om duidelijk te maken van dat dit niet kan. Racisme kunnen we nooit tolereren, maar het kan ook niet zo zijn dat op het moment dat iemand of zij nou rechtelijk gehandeld heeft of niet, dat die hier nu terecht staat. Dat zou echt niet moeten kunnen. Gilly Emanuel liep zelf niet mee in de stoet. Wel sprak ze na de mars de sympathisanten toe. En ik voel die support, maar iedereen gaat verder. Ik moet ook verder, maar het kost me wel heel veel energie. Energie die ik aan mijn kinderen kan besteden, die ik aan mijn zaak. En het enige wat ik wilde is mijn brood op de plank zetten. Om niet van de overheid te genieten of te profiteren. Gilly Emanuels heeft haar zaak moeten sluiten en is inmiddels verhuisd uit Hilversum.